ben Sebastiaan Buitendijk. En gek genoeg, naast mijn werk is mijn focus toch wel van hoe ik in het lichaam zit. En dat is op dit moment mijn belangrijkste fase eigenlijk in mijn leven. Ja, dat is 2 jaar. 1 mei, 2 jaar geleden. Eigenlijk wel de bescherming en de community. Dus dat ik samen... Je trekt samen met mensen op en je groeit met elkaar. Maar je mag ook af en toe je zwakte laten zien. Dat je het een keer even niet kan en niet goed en dan word je gewoon gestimuleerd. En dat was wel mijn angst voordat ik aan CrossFit begon. Van, moet ik altijd sterk zijn? Nee, dat hoeft niet. Het belangrijkste doel is mijn eigen kwetsbaarheid. Dat ik op een gegeven moment loop je tegen lichaamsbeperkingen aan. En dat is mijn knieën. En dan heb je een hele tijd dat je minder traint. En op een gegeven moment ga je toch testen wat je kan. En ik had gewoon progressie. Ja, ik had tranen in mijn ogen. Ja, ieder mens kan alles. Je doet het alleen op je eigen manier. Ik zeg vaak burpee, maar dat is het helemaal niet. Toen ik net binnen kon ik nog maar 10 seconden hangen aan de stang. En nu slinger ik heen en weer als een apie. En dat is wel echt super om te doen. Gewoon 's ochtends vroeg, zo vroeg mogelijk. Het is nu van 7 tot 8, mag ook eerder. En dat komt wel 6:30. Gewoon vroeg naar bed, voor 10 in de bed, vroeg opstaan. Lekker beginnen de dag, hoppa.